Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Mario Golf voor de Nintendo Switch video. In de vorige aflevering heb ik mezelf gekwalificeerd voor de finales en jullie hebben allemaal reacties achtergelaten op welke plek jullie denken dat ik eindig in dit toernooi. En nu gaat het toernooi beginnen. De finales! En Charging Chuck staat al klaar. Ja, Charging Chuck die had de kwalificaties gewonnen, dus ik ben wel een beetje bang voor Charging Chuck. Daar gaan we. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je van Nintendo houdt. En dan gaan we snel beginnen. Potverdikkie Dory. Ik ben wel een beetje angstig. Ik ben toch wel een beetje bang dat ik faal. Eerlijk is eerlijk, Charging Chuck was wel goed. We gaan verder op deze baan. We zijn bij hole 10. En deze moeten we in 4 slagen zien te fixen. En ik mag weer tegen Roze Yoshi en tegen Charging Chuck. Ja, Charging Chuck, deze gast. Deze gast kan golven. Deze gast kan hard slaan, jongen. Kijk hem gaan met zijn groene streep. Eens even kijken waar hij zijn bal neerlegt. Ja, kijk, hij legt hem echt kapot ver weg. Volgens mij legt hij hem echt nog veel verder weg dan mijn bal. Ik ben wel een beetje jaloers. We slaan eigenlijk wel allebei een beetje hetzelfde qua hoe hard we slaan. Ik kan hem nu op de green neerleggen, denk ik. Ja, dat moet wel lukken. Zo. Ik hoop dat ik hem nu precies goed neerleg en niet te hard sla. We gaan ervoor, jongens. We hopen dat we dit in 3 slagen kunnen doen. In plaats van in 4. Let's go. Oh, ja, nou, ja, ik had toch nog even net iets zachter moeten slaan blijkbaar. Ik zou hem er misschien wel in kunnen slaan. Ik sla te hard. Ik sla veel te hard. Ik sla veel te hard. Maar gelukkig sla ik bovenop de paal. En kunnen we het nu afmaken. En dan hebben we een par, jongens. We hebben het gewoon in 4 slagen gedaan. Maar ja, het komt weer in 3, hè? En dat was ook in de vorige video. Ik moet nog net even iets beter worden gewoon. Ik dacht even dat Charging Chuck al klaar was, hè? Maar Charging Chuck is nog niet klaar. Hij kan hem nu gaan putten. Als dit hem tenminste lukt. En het lukt hem niet. We lopen een punt in op Charging Chuck. Sowieso. Want hij is nu bij zijn 5e slag. Ja. En hij staat nu op min 1. En hoe verder je in de min staat, hoe beter dat is met golf. Kijk, we lopen een puntje in op Charging Chuck. En we lopen een puntje in op Paratroopa. Want onze punten, ja, ons totaal waar we zeg maar op stonden tijdens de kwalificaties, dat telt mee in de finales. En Charging Chuck stond op min 2 en Paratroopa op min 1. Dus we gaan al lekker. We gaan lekker. Oh, we moeten dit volhouden, jongens. Deze moeten we in 4 slagen fixen. So, let's go. Daar gaan we weer. We slaan weer op ons allerhardst. Geen effect. Beam. Let's go. Even de muntjes niet meepakken, want ik mis alle muntjes. Lekker gedaan, Rick. Pakken we deze muntjes? Ja, en we pakken dit hartje. Dan kunnen we gelijk nog een keer chargen. Kijk die Charging Chuck, jongen. Hij slaat echt zo hard. Dat is wel echt nice, hoor, als je zo hard slaat. Oké, we kunnen hem nu klaarleggen. Ik ga gewoon recht slaan, denk ik. Klein beetje naar links. En dan ga ik hem zo neerleggen. En dan hoop ik dat ik nu dus wel echt, ja, dat ik nu niet te hard sla. Want ik sla dus elke keer net te hard. Waardoor hij steeds een klein beetje voorbij het paaltje komt te liggen. Dus ik hoop dat ik dan nu beter sla. Nou, hij ligt op de green. Charging Chuck legt hem ook op de green. Charging Chuck ligt ietsje dichterbij. Loopt een klein beetje af de baan. Dus we moeten niet te hard slaan. Gaat dit lukken? Nee, deze gaat net niet de goede kant op. Dus we hebben hier weer gewoon een par. We hebben hem in 4 slagen en Charging Chuck waarschijnlijk ook, want die gaat hem denk ik nu ook afmaken. Ja, die is ook klaar. En Yoshi, oh, Yoshi heeft hem in 5. Maar Yoshi is niet zo goed. Die staat al op plus 7. Dat is niet zo goed. Hé, hey, en Paratroopa heeft er weer 1 slag te lang over gedaan. Dus we zijn nu officieel 2e. Boo die staat op de 4e plek en moet alleen Charging Chucky nog inhalen. Deze moeten we in 5 keer doen. Dus dit is weer een lange baan. We hebben een beetje tegenwind. Pie! En go. Ik ben benieuwd, jongens. Ik hoop niet dat Charging Chuck deze in 1 keer in 4 slagen doet. Want dan gaan we hem denk ik niet meer inhalen. We gaan van hartje naar hartje. Hier ligt nog een hartje. Eens even kijken, hoor. Ja, we kunnen hem langs de boom proberen te slaan. Ja, laten we dat maar proberen. Laten we maar proberen om langs de boom te slaan. Hopelijk lukt het. Ik denk het wel. Ja, die gaat volgens mij. Ja, die gaat er net langs. Heerlijk. Goed dat we hem een klein beetje hebben bijgestuurd. Weet niet of hier nog ergens een hartje ligt. Ja, hier ligt een hartje. Cool. Ja, we liggen goed. We liggen perfect. Gaan we dit in 4e kunnen doen? We hebben een klein beetje tegenwind. Dus ik ga een klein beetje deze kant op slaan. En dan ga ik nog zachter proberen te slaan. Zodat hij misschien een beetje mooi uitrolt. Oh, ja, ja. Volgens mij ligt hij best wel goed, jongens. Oké, ik moet hem nu afmaken. Ik moet hem nu afmaken. Let's go. Maak het af. Maak het af. Ja! Oh, ik vond het nog spannend. Want ik dacht even dat ik te zacht sloeg. Maar we staan nu officieel op min 1. Dus Charging Chuck moet hem ook in 4 slagen doen om op gelijke stand te komen. En hij ligt best wel ver weg.
Zullen we kijken wat Yoshi gaat doen? Nee, die maakt het niet af. En daar komt Charging Chuck. Gaat hij het wel afmaken? Ook in 4. Ik ben benieuwd of gaat hij missen. Hij gaat missen. We halen hem in. Althans, we staan nu op gelijk. Wat doet hij? Wat doet hij? Wat een nerd. Wat doet hij nou? Hij heeft 6 slagen nodig. We zijn 2 slagen ingelopen op hem. En dat betekent dat wij officieel nu eerste staan. Holy moly, joh. Deze zag ik niet aankomen. Ik weet niet waarom die nou opeens die ene slag miste. Die lag super dichtbij. Wat slecht. Maar ik mag nog niet praten, jongens. Want hetzelfde geld ga ik nu ook helemaal niet lekker. En dan verpest ik het misschien ook wel. Bam! Maar ik ben blij dat Charging Chuck het in ieder geval 1 keer heeft verpest. Straks gaan we gewoon ons eerste toernooi winnen, jongens. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Straks jinx ik het. Dat mag ik gewoon niet zeggen. Ik moet niet stoer gaan doen. Niet stoer gaan doen, Rick. Gewoon gaan golven. En gewoon klaarleggen deze bal. Let's go. Hotse flats. Oh, spannend waar die bal terecht komt. Ik hoop niet heel veel te hard. Nee, die ligt eigenlijk best wel weer goed volgens mij. Hij gaat er zelfs bijna in, joh. Volgens mij. Kijk dan. Ja, dit is gewoon een goeie. Dit kunnen we af gaan maken, jongens. Go, 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 go. Ja, weer een birdie. Weer min 1. Oké, het gaat nu eigenlijk hoe het de vorige video ook had moeten gaan. Toen had ik ook een paar birdies moeten maken, maar dat lukte net niet. Nu lukt het net wel. Charging Chucky, wat ga je doen? Ga je missen? Ja, hij mist. Wat lekker. Dat betekent dat we weer een puntje uitlopen en 2 punten voor staan nu op Charging Chuck. Deze moeten we in 3 doen. Dat betekent dat we de bal eigenlijk in 1 keer klaar kunnen leggen. En dan wil ik eigenlijk gewoon niet te hard slaan. Dat is een beetje hoe ik dit moet gaan aanpakken, denk ik. Dus even kijken. Ik ga deze club even erbij pakken. En dan hier. En dan hoop ik dat dit precies goed is. Zo, zij lopen een beetje voor. Yoshi loopt op zijn ei. En Charging Chuck is ook lekker aan het dashen. Maakt allemaal niet uit. Hij ligt mijn bal. Oh, die ligt toch best nog wel ver. Oké, dan moeten we zorgen dat we het wel in 3 gaan doen. Even kijken hoor. Ik hoop dat dit lukt. Niet te hard. Gewoon even klaarleggen dan maar. En dan deze afmaken. Ja, dit gaat wel lukken. Toch? Ja, oké. Een par. Goed genoeg, jongens. Goed genoeg. De stand blijft hetzelfde. Hole 15. Hierna moeten we er volgens mij nog 3. Deze moet weer in 4. De eerste slag ligt prima zo te zien. Maar Charging Chuck, jongen. Hoe hard slaat die gozer? Kijk waar zijn bal helemaal ligt. Oké. We gaan gewoon heel hard slaan. En dan hopen we dat hij gewoon op de green komt te liggen. Dus dat hij klaar ligt waar hij moet liggen. En dat ik niet te hard heb geslagen. Dat is wel lastig. Want hier moeten we een heuveltje opslaan. Het is een moeilijke. We mogen er 4 keer over doen. Dus ik moet hem wel even goed nu klaarleggen. Even kijken. Zo, ik hoop dat dit lukt. Ik hoop dat hij goed ligt. Dat wordt spannend. Ja, ik denk niet dat ik dit ga afmaken, jongens. Ik denk niet dat dit lukt. Ik denk niet dat dit lukt. Oh, ofwel. Nee, net niet. Oh. Oké, ik heb er 1 slag te veel over gedaan, jongens. Wat doet Charging Chuck? Gaat hij het in 4 doen of in 5? Charging Chuck doet het volgens mij ook in 5. Oh, dat is nice. Daar mag ik blij mee zijn. Dit was een moeilijke. Dus ik blijf 2 punten voorstaan op Charging Chuck. Maar wat doet Paratroopa? Ja, die staat inmiddels op plus 4. Dus van Paratroopa, ja, daar hebben we eigenlijk geen last meer van. Hole 16. En ook het laatste deel, dan moeten we weer een klein beetje omhoog slaan, denk ik. Of kunnen we nu... Ja, we kunnen volgens mij nu in 1 keer gewoon naar de vlag toe slaan. Ja, dat kan ook. Oké. Let's go. Let's go. Ik ben heel benieuwd waar mijn slag uit gaat komen. We mogen deze in 3 doen. Ik hoop dat ik gewoon op de green lig. Ik lig op de green. Ik denk nog niet dat ik hem af kan maken. Ik hoop het wel. Oh, Charging Chuck heeft hem in 2. Nee. Dat is een probleem, jongens. Dat is een probleem. Charging Chuck loopt 1 puntje in op mij, want hij doet het nu in 2. Dus ik sta nog maar 1 punt voor op freaking Charging Chuck. Even snel ophouden nou, jongen. We hebben nog 2 holes te gaan. Deze moet weer in 4. Maar die gozer die slaat zo hard, man. Beter gaat hij nu falen. Beter gaat hij nu gewoon falen. Nou, hij ligt alweer verder, hè. Kijk, hij ligt er alweer net iets beter voor. Kan hem nu bij de vlag neerleggen. Oké. Ik denk dat ik weer net iets te hard heb geslagen voor het mooie. En dat ik toch net nog ietsje zachter moet slaan voortaan. Of niet? Of ligt hij eigenlijk wel goed? Nou. Hij ligt eigenlijk best wel goed. Ik zou dit af kunnen maken. Ik hoop dat hij niet te hard is. Ja! Lekker! We hebben een birdie, dus dat betekent weer 1 slag over eigenlijk. We moesten het in 4 keer doen. We hebben het in 3 keer gedaan. Wat doet Charging Chuck? Die moet het nu eigenlijk afmaken en die maakt het niet af. Yes! We lopen weer uit op Charging Chuck, hoor. Yoshi is al klaar. Netjes in 4 slagen.
En ik ben benieuwd of Charging Chuck dat gaat fixen. Nee. Nee. Nee, die heeft de vijfde slag nodig. Ja. Er staan 3 punten voor op Charging Chuck. Dit kan niet meer fout gaan. Kijk maar, ik sta op -2. Hij staat op +1. En we zijn bij de laatste hole aangekomen. En deze moet in 5. Het is te hopen dat hij het niet in 4 doet en ik in 6. En als dat niet gebeurt, ja, dan zou het goed moeten komen. De afslag is in ieder geval aardig goed. Charging Chuck ligt er natuurlijk wel weer beter voor. Nou, een klein beetje beter. Niet heel veel beter. Dus het valt mee. Ik ga hem nu daar naartoe slaan. Gewoon lekker hard. Had wel misschien iets harder gekund. Waarom pak ik trouwens deze club? Ja, in Mario Golf pakt je golfer automatisch de club waarvan hij denkt dat die het beste is. Maar dat hoeft niet per se altijd zo te zijn, denk ik. Oef, ik lig bijna in het water. Zie je het? Oké, okay, even goed klaarleggen. Niet te hard slaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik denk dat dit een goeie is. Misschien iets te zacht, maar ik verwacht toch wel dat hij aardig goed klaar komt te liggen. Hij komt heel goed te liggen. Oh, hij is al bijna erin, joh. Ja, nee, dit moet goed komen. Ja, hoor. En weer een birdie. We hebben weer 1 slag over. Nice. Dus Charging... Ja, nee, we hebben dit gewonnen. Het maakt eigenlijk niet meer uit wat Yoshi en Charging Chuck nu gaan doen. Want we hebben hem al gefixt. We hebben al gewonnen. Met een mooie score van -3. Dat is echt dikke prima. Zo, hoe hard sla jij, jongen? Ben jij het nog even aan het verpesten? Wil jij derde worden in het klassement in plaats van tweede? Kan je wel het stoer doen, Charging Chuck? Maar je moet toch echt even gaan presteren nou, jongen. Kijk maar, dit is je 6e slag. Dit is niet best. Oh, je gaat nog missen ook? Dat was echt heel slecht. In 7 slagen. Hij is nog bijna ingehaald door Paratroopa. Maar, het belangrijkste. We zijn de winnaar. Yay! Kijk ons staan daar op het podium, jongen. Met alle tootjes die achter ons aan het juichen zijn. En de Shy Guys en de Goombas. Ja, ja, ja. En we zijn van de stalen badge naar de groen badge gegaan. En daarvoor ontvangen we 1000 muntjes. Heerlijk dit, zeg. Kijk, we hebben nu 2 sterren. En we zijn ook gelijk best wel veel levels omhoog. Level 22. Ik zei het toch, jongens. We worden professioneel golfer. Ik ga eens even kijken hoe het met Chuck gaat. Charging Chuck bedoel ik, maar hij is niet in zijn kamer. Ben je beneden? Ben je teleurgesteld? Ben je gestopt met golfen? Birdo zegt uit de vierde kampioen. Geniet nog maar een beetje na. Maar vergeet niet, eigenlijk begint het nu pas. Is het niet ontzettend spannend om op een nieuwe baan te mogen spelen? Oh, wist je nog niet dat je op de baan van de Keivellijn mag spelen nu je chrome badge hebt? Kijk maar eens op je golfhorloge. Ah, dus we kunnen nu naar een heel nieuw gebied. Ik weet nog niet of ik dat ook echt ga uploaden op YouTube. Want ik weet niet of jullie dit nou een hele leuke game blijven vinden voor YouTube. Laat het even weten in de reacties. Dus sowieso even die duimpjes omhoog voor de support. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want het is gewoon gratis. En dan krijg je iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!